Art Gallery van Schaik en van Schaik in Zeist organiseert vandaag een evenement voor mensen die geïnteresseerd zijn in kunst. Er wordt vandaag een high tea en een concert georganiseerd. De opbrengst van deze concerten en evenementen gaan meestal naar een goed doel. Dit keer is het goede doel Assisters Hope. Dat is een fonds dat geld werft voor een onderzoek naar borstkanker. We gaan eens binnen kijken hoe het daar toe gaat. Wat vindt u ervan tot nu toe? Nou, ik vind het heel leuk opgezet. Echt, ik had niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar echt heel erg, ook wel een soort beetje luxe en gezelligheid. En ik verwacht heel veel van het duo met Marije en de gitarist. Wat is nou eigenlijk het doel dat u hier bent gekomen vandaag? Gewoon de gezelligheid? Of had u een ander doel waarom u hier bent gekomen? Nou, onder andere ook wel gezelligheid, maar natuurlijk ook als doel om kankerbestrijding te supporten. Dus ik vind het een heel goed doel, Sisters Hope. Dus ga zo door, zou ik zeggen. U bent van het goede doel Sisters Hope. Wat houdt dat precies in? Sisters Hope is een organisatie die geld inzamelt voor de strijd tegen borstkanker. Het is vanuit Amerika overgekomen naar Nederland. En dit jaar is het 15 jaar geweest dat er een tweedaagse wandeling van 60 kilometer is gehouden. Voordat je met die wandeling mee mag doen, moet je €1500 minimaal ingezameld hebben. En dan mag je aan de wandel. Is het bekend in heel Nederland, Sisters Hope? Want ik kan me begrijpen dat veel mensen wel Pink Ribbon kennen, maar Sisters Hope niet. Nee, ik moet zelf ook zeggen, het eerste jaar dat ik iets zag van de Sisters Hope, ben ik ook eerst op de website gaan kijken. En toen waren er ook nog niet zoveel wandelaars. En je ziet gewoon dat het de afgelopen jaren wel gegroeid heeft en meer bekendheid heeft gekregen. En dat er dus nu ook wandelaars uit heel Nederland meedoen. Wat heeft u hier in uw handen? Nou, ik heb hier een étagère in mijn handen, of een bonbonnière, of wat dan ook, hoe je het wilt noemen. Die is, ik kom hier vaak bij Verschijken. Ik ben een van de kunstenaars die hier exposeren en van wie werk verkocht wordt. Schilderijen. Janita, die hier dit feest georganiseerd heeft, die had een bouwsel gemaakt van porselein, zoals je het hier ziet. Maar dat was helemaal wit. En aangezien ik net met porseleinverf bezig was, zei ik tegen jullie, weet je wat, geef mij dat ding mee en dan ga ik er iets moois op schilderen. En dan wordt het toch een heel aantrekkelijk ding om te veilen. En laten we hopen dat voor die veiling van Assisters ook veel geld gaat opbrengen.